Van Johan Derksen over politicus Haptamoede Hoop. Die houden de gemoederen flink bezig. Ja, het bureau discriminatie.nl heeft honderden meldingen gekregen naar aanleiding van de uitspraken van Derksen in het programma Vandaag Insight. Hij reageerde lacherig op een interview van Kamerlid Haptamoede Hoop, waarin die in Friesland opgroeide, maar in Ethiopië is geboren. Die staat eruit zijn nek te lullen. Kijk, ja, echt. Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries, kom op, zeg. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik ben toch ook geen Surinamer. Ja, Haptamoede Hoop besloot gisteren toch te reageren, ook al wilde hij dat eerst niet. Maar hij kwam met dit treffende statement. Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 2 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nu ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier voor 4. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerken. Hoi. Derksen biedt geen excuses aan, want dan zou je volgens zichzelf een ongeloofwaardige lul zijn. Discriminatie.nl beraadt zich op juridische stappen tegen Talpa. Tot nu toe heeft het bedrijf geen reactie gegeven op de ophef. Ja, mevrouw van Torenburg, ik zie u hier knikken en zuchten en volgens mij heeft u er ook al over getwitterd, hè? Ja, het is zo respectloos. Alleen al te beginnen met, wat zit hij uit zijn nek te lullen? Het is gewoon een heel gedegen Kamerlid die elke dag zijn best doet. Prachtig Fries spreekt, opkomt voor die regio. Wees daar gewoon trots op. Mm-hmm. Ik vind het ook wel een beetje aanstelleritis dat nou iedereen ineens aangifte gaat doen en gaat roepen discriminatie. Ja, dat gaat te ver. Ja, weet je, ik vind hoe hij reageert is zoveel treffender. Ja. Te laten zien waar die voor staat. Ja. En dan moeten we eigenlijk deze galbak geen zuurstof geven. Daar spreekt u zich over uit. Van dit is een mooie reactie, dat zien we hier. Maar u zegt aangifte, dat gaat te ver. Ja, iedereen gaat het ineens weer op zichzelf betrekken. Dan gaan we allemaal rennen naar het bureau discriminatie. Maar aan de andere kant, dit statement is zoveel krachtiger. Ja, maar moeten we ook niet een punt maken dat dit soort uitspraken gewoon niet op de Nederlandse televisie... Daar moeten we het over hebben. Heel goed dat u dat ook daarom agendeert, ook vandaag weer. Dat we het weer laten zien hoe mooi erop reageert. Maar mijn punt is een beetje, dan gaan we weer naar een instantie rollen, een aangifte. En, ja, ik weet niet of we daar nou de wereld mee gaan. Ja. Meneer Van Dijk, gaat aangifte te ver? Dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat aan meneer De Hoop is, zeg maar, wat hij hiervan vindt. Mm-hmm. Maar ik vind in ieder geval zijn reactie heel sterk en hoe hij ermee omgaat. Mm-hmm. En, ik heb 2 ouders uit Friesland, dus ik vind het mooi dat hij zo trots is op zijn Friese roots. Ja. Ik vind het wel losstaan van de vraag van, is iemand een Fries? Ik ben in Rotterdam geboren, ik ben een Rotterdammer. Ik ken veel Limburgers die zijn naar Amsterdam verhuisd en die zeggen, ik ben Amsterdammer. He, en we weten natuurlijk allemaal Arnold Schwarzenegger, die kon bijvoorbeeld geen president worden van Amerika, omdat hij geen Amerikaan was. Dus die vraag vind ik op zich wel interessant. Maar hier natuurlijk op deze manier dat doen is heel naar en heel vervelend. Ja. Maar ik vind op zich wel een grappige discussie van wanneer is iemand ergens vandaan? Inderdaad. Ja, precies. Vanaf er iets van mag, als je daar je hele leven woont, mag je er absoluut wat van vinden. Dat is, staat buiten kijf. Maar ben je dan een Fries of niet? Hè? Als ik naar China verhuis en ik woon er 25 jaar, ben ik dan een Chinese? Ja, nou ja, goed. Ik snap uw punt. Ik snap uw punt.